Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Blivius, en welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2014, met Blivius natuurlijk. En vandaag rijden wij in een firm van Utrecht naar Arnhem, en ik ga even beginnen door de passagiers in te laten stappen natuurlijk. We zullen vandaag rijden in de spits, zeg maar, dus het is lekker druk. Even kijken waar we de koersbordjes eigenlijk van dat ding, want ik moet wel even dat ding op Arnhem zetten. Even zien, hebben we hier Arnhem tussen staan. Arnhem. Huppakee. Kijk. Dat gaat al lekker zo. We hebben Arnhem tussen staan. En voordat we wegrijden, wil ik nog even zeggen dat ik af en toe nog een paar comments krijg van mensen die denken dat ik hun comments negeer. Mensen, nogmaals, ik negeer niet zomaar comments. Het kan zijn dat ik mijn volgende video heb opgenomen voordat jij die comment er neer hebt gezet. Dus denk daar eventjes bij na. Van, ik negeer niet zomaar iedereen's comment hoor. Ik bedoel, als mensen een vraag hebben, de reacties die er nu staan, die zal ik waarschijnlijk ook wel opnoemen. Dus even in de gaten houden dat het gewoon kan zijn dat je je comment misschien iets later verplaatst of iets in die richting. Maar ik negeer niet zomaar een comment. Laten we daar in ieder geval eventjes op houden, vind ik. En dan kunnen we even wachten, we moeten zometeen in over een minuutje moeten wij vertrekken en wij zullen ondertussen stoppen in Driebergen, De Klomp, Ede-Wageningen en Arnhem als eindstation. En het is nog een vroege ochtend, het is hier 8:05, dus dat is een lekker vroeg beginnetje al in ieder geval, vind ik. Nou, ondertussen heb ik de frontzijn heb ik al aangezet en de richtingsschakelaar zal ik eventjes naar voren doen, zo. En dan kunnen we zo meteen vertrekken als dat goed is. Ja, de deuren gaan dicht. En de deuren zijn dicht. Dus laten we even een klein beetje gas geven. Die firm naast ons heeft ook wat passagiers opgehaald. Maar, of gaat die nou ook vertrekken? Nee, die gaat ook vertrekken. Ah, in grote gezelligheid dus. Maar goed, wij mogen hier 40. En we gaan nog niet stiekem te hard rijden. Al wil dat ding dat waarschijnlijk heel graag, maar dat doen we toch maar niet. Zo, even die wissel doen. Oh jeetje, nog aan toe. Waar gaat die beste meneer naartoe eigenlijk? Oh, die neemt een afslag naar de andere kant. Nou, helemaal goed toch? Anders was je natuurlijk tegen die firma geknald en daar word je er niet echt vrolijk van. Wij mogen ook optrekken. Alleen op het baanvlak waar deze andere firm zit, mag je waarschijnlijk 100 km per uur rijden. Dus lief geluk. Volgens mij is dat de Intercity richting Nijmegen. Maar dat weet ik niet zeker. Of wij gaan naar Nijmegen. Grapje. Deze gaat dan naar HT. Nou weet ik alleen niet wat HT is. Oh, we rijden te snel. Stop. Rem. Ja meneer, jij hebt gewoon geluk dat jij daar 100 km per uur mag rijden en ik niet. Heel gemeen. Nou ja, anyway, we rijden gewoon even lekker rustig door. Goedemiddag, of nee, wacht even. Nou, dat begint al heel lekker. Goedemorgen, dames en heren. Welkom in deze Intercity richting Arnhem. Wij zullen met deze stop stoppen in De Klomp, Ede-Wageningen en Arnhem. Dames en heren, het personeel van de NS wenst u een prettige reis toe. Ja, dat moet toch min of meer wel een klein beetje. Niet dat het de taak is van de machinist natuurlijk, maar het moet wel gezegd worden.
Zometeen dan we optrekken naar 90. En laat ik even de comments erbij pakken van episode 82. Met eventjes kijken. Toen reden we met de SGM Sprinter, SGMM. Gemoderniseerde versie natuurlijk. Daar reden wij mee. Ik ga eerst eventjes wachten tot we 140 mogen rijden. Lijkt wel een goed idee. Oh, nog niet. Nu wel. Zo. Eventjes kijken. We beginnen met Robin de Leeuw. Op 16 minuut en 10 seconden haalt een auto jou in. Ja, dat was waarschijnlijk een stukje dat ik 40 moest rijden. Dan heb je inderdaad auto's die er gewoon helaas voorbij rijden. Had ik graag anders gezien natuurlijk, maar... het zijn niet anders momenteel. Even kijken. Kadir. Kari. Hey Bjorn, heb je enig idee waar ik Train Simulator 2014 kan kopen in Kortrijk, in België? Ik vind je episode zo leuk en ik wil zelf Train Simulator ook wel. Ja. Net zoals... even kijken, ik ben heel slecht met namen hoor. Ik zet even deze weer terug. Zo. Even kijken, heel wat Brecht Gulex ook zegt. Als je in Kortrijk in België bedoelt, dan kan je bij de Game Media of bij de Mediamarkt kopen. Dus dat klopt inderdaad. Je hebt inderdaad bij de Mediamarkt heb je een... hoe zeg je dat? Daar heb je ook een Train Simulator. Ik weet alleen niet of je dan ook een automatische update krijgt. Ik bedoel, ik heb Train Simulator via Steam gekocht. En als Train Simulator 2015 uitkomt... Dan krijg ik een gratis update, zeg maar. Maar goed. Dan hebben we hier Fallen Vleeschouwer. Hey, kan je ook eens met de DDZ rijden? Ja, dat is inderdaad wel weer leuk om te doen. Want daar heb ik een tijdje inderdaad niet meer mee gereden. Hasty Movies. Bestaat de scenario Nijmegen Zwolle? Als u bestaat, kan je erin rijden? Nou, helaas bestaat hij niet. Maar ja, dit komt wel misschien een klein beetje in de buurt. Hoop ik, richting Arnhem. Dan komt het volgens mij wel een klein beetje in de buurt van Nijmegen. Maar goed. Even kijken. OV-jongen. Hey Bjorn, zou je weer eens met de firm willen rijden? Nou, ik weet niet of je gezien hebt wat dit is. Maar ik vind het verdacht veel op een firm lijken. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet weten op dat moment. Ook wel heel logisch natuurlijk. Even het gas een klein beetje verlaagd, want ik zie 141 op de teller staan. Eens even kijken, dan hebben we nog GamersNL. Bliefjes Chris Trains maakt samen met Arriva ook de Violia trein. Kun je ook een keer met de kop lopen? Kop lopen. Volgens mij was dat de vorige episode nog, als ik mij niet vergis. Martin Vlasman, wil je een keer met de sprinter van Alphen aan de Rijn naar Gouda? Die route die bestaat niet, zeg maar. Dus daar kan ik jou helaas niet mee helpen. Jasper van den Broeke, bliefjes kan je een keer van Hoorn naar Den Helder rijden als die er is. Je hebt wel een route naar Den Helder. Maar, er komt ook meteen een maar bij. Die gaat alleen maar van Den Helder naar Alkmaar, volgens mij. Nee, heer Hugo... Den Helder naar Alkmaar gaat hij in. Ja, ik moest even met mijn woorden komen, hoor. Oh, wielslip. Ga weg, wielslip. Sorry mensen, maar het schijnt dat ik vaak moet niezen. De laatste tijd. Maar dat zal waarschijnlijk wel een klein beetje komen door de hooikoorts, denk ik. Ik mag de rem nu al heel strak aantrekken. Even kijken, we hebben 10 bakken. Eens even zien. Het is 15. Nou, we zijn mooi op tijd. En dan zie ik daar het bordje 10. Kunnen we daar in ieder geval stoppen? Want we hebben momenteel ook een 10 bakken lange firm hebben wij. Zo, dat moeten we wel doen, denk ik. Doen we hier even onze deur open. Even kijken, hoe goed zijn wij gestopt daar. Ik vind dat het wel heel netjes is. Je zou haast kunnen zeggen dat hij er vlak naast staat. Volgens mij ook. Even kijken, kunnen we het hier zien? Kunnen we het hier zien? Ja, vanuit hier kunnen we hem nog weer zien. Zo, hé. Nou.
Nou, ik wil niet veel zeggen hoor, maar ik vind dit wel heel netjes gestopt. Om maar zo te zeggen. Oh, onze deuren gaan dicht. En dan gaan we nu vertrekken naar de klomp. Nou kun je ook echt goed zien hoe lang die veerman is. 10 bakken lang dus. Zo, een beetje gas geven mag wel. En daar gaat hij. Zo, even weer terug in de cabine. Dan hebben we koploper Mauw. Die deelt eventjes met mij hoe je het probleem kunt oplossen van de vele vrouwtjes die ik toen had op het Gooi Centraal. Voor de mensen die het graag willen weten. Je moet eerst je spelkast legen. Dan moet je een andere route laden dan het Gooi Centraal. Zorg ervoor dat er mensen spawnen. Als je mensen gezien hebt, moet je de route uitschakelen, train simulator opnieuw opstarten en dan zou het goed moeten zijn. Dan hebben we Mr. XX Daniel XX nog, die mij meldt dat Chris Trains op 50% is. Nou, dat schiet mooi op. Piet Haar vindt de 2 baks SGM echt heel erg leuk. Nou, gelukkig maar. Jordi Pauw, er was een conferentie voor vrouwen met dezelfde kleding. Ja, daar leek het inderdaad wel een klein beetje op, Jordi, inderdaad. Treinspotter 5, heel even een momentje, ik zal eventjes mijn... Zo, dat moet goed zijn. Even kijken, hey Bjorn, kun je een keer met de DDZ 6 van naar de bussen Amersfoort, Schothorst of naar de bussen Utrecht Centraal? Deze comment had ik al genoemd bij je Jetrain video, alleen had je de comment niet opgenoemd. PS, leuke video net zoals hij. Ja, treinspotter net zoals jou dus. Kan zijn dat je de reactie later hebt geplaatst dan dat ik de video heb opgenomen. Dus, maar zoals je ziet, ik negeer comments dus niet. Lars Zuidema. Hoi Bjorn, mooie video. Kun je een keer van Emmen naar Zwolle rijden? Ik kan alleen van Zwolle naar... wat is dat ook alweer? Tot hoe ver gaat het ook alweer? Ik ben het vergeten, maar dat is de Vechtdaallijn. Je gaat dat een bepaald stukje gaan, maar ja. Juri Smit zegt cool, ik zeg dankjewel. Nicola van Bemmel die merkt heel erg terecht op van reist u met de OV-chipkaart. Vergeet dan niet uit te checken. Dat is inderdaad heel handig, want iedereen moet vanaf nu verplicht in- en uitchecken met de OV-chipkaart. Even kijken, Ruben van Doorn. Er kunnen alleen maar vrouwen in de trein zitten en liepen toch alleen maar vrouwen op het perron. Ja, weet je, ik vind het ook wel een klein beetje vaag, maar je moet er gewoon niet al te veel over nadenken. Het is en blijft een simulatiespel natuurlijk. Tim Zwageman kan het zo snel mogelijk, thanks. Dan weet ik alleen niet meer wat hij bedoelt. Just Some Train die vraagt of ik een keer in Engeland wil rijden. Nou, de volgende episode zal waarschijnlijk in Duitsland zijn. Ik zal daarna eens een keer kijken of ik met zo'n ander goedkope treintje kan rijden. Dutch Gaming. Chris Trains heeft ook een Mat 64 valleilijn gemaakt. Ja, dat weet ik. Dat heb ik toen gezien. Alleen, ja, dat moet je wel een, die trein hebben die in het scenario is gepleurd. De laptop Dutchy Games. Bjorn, wil je een keer met een DDZ rijden of ICMM? Of Mat 64? Op de route het Gooi Centraal of Midden-Nederland Beta 4 of van Zwolle naar Emmen? Op de route van Utrecht Centraal naar Amersfoort. Wauw. Ik kreeg het er even duizelig van, zoveel wensen waren dat. Maar ik zal ze allemaal even op een to-do listje schrijven. Hè? Op dat wat ik allemaal nog wel niet moet doen voor mijn duizenden fans. Wat ik overigens super leuk vind hoor. Laat dat ophouden. Bart Schoneveld. De GTW is in de maak. Hij is nu 50%. Klopt. Arthur die vraagt of ik een keer met de Mat 54 wil rijden. Dat is inderdaad nog wel een keer leuk om te doen in ieder geval. En tot slot Mark Roggeveen. Leuk filmpje. Weet jij wanneer een traject in de buurt van Rotterdam Centraal uitkomt? Nee, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik nu nog een paar comments klaar heb staan van de episode 83. Toen reed ik met een ICM. M
in het gooi centraal, zeg maar. Dus die doe ik ook nog eventjes bij. Eens eventjes kijken. Ja, hier staat dus die comment in waar ik het in het begin heel eventjes over heb gehad. Dat was Aaron die dacht dat ik zijn comment negeer. Want hij heeft heel vaak geschreven. Ja, Aaron, wat ik jou in ieder geval kan aanbevelen, of een tip die ik jou kan geven, reageer zo snel mogelijk op een video van mij als ik er eentje post. Want zoals ik het nu een klein beetje volhoud, ik ga het natuurlijk niet de hele tijd volhouden, maar ik release nu ongeveer om de dag een video. Dus dat betekent van of ik record meerdere video's op een dag, of ik doe zeg maar een dag nadat ik een episode heb gereleased. Maar goed. Je weet dus hoe snel je op een video reageert, hoe groot de kans is dat je comment er ook in komt. Just Some Train vraagt of ik weer eens in de SLT wil rijden. Nou ja, volgens mij rijd ik daar heel vaak in een SLT. Dus dat is misschien iets dat ik eventjes uit moet stellen. Sorry dat het heel eventjes stil was, maar ik moest toch echt even mijn ventilator op de goede stand zetten. Want ik kreeg namelijk geen frisse lucht en nu gelukkig wel. Dus om eventjes verder te gaan. Rick van Uden. Je hebt echt zo'n lekkere outro bij je filmpjes. Ja, als je dat liedje graag wil horen, het heet Passion Pit, Take a Walk. En dat soort dingen. Even kijken. OV jongen, hey Bjorn, wil je eens weer met de firm rijden? Nou, jawel. Even kijken. Ruud Hermans. Ik had de verkeerde trein. Ik moest op Hollandse Rading eruit. Ja, dat is altijd vervelend als je natuurlijk een keer een verkeerde trein neemt. Maar ja, daar kun je natuurlijk niet gek veel aan doen. Race King Fool, wil je eens een keer de route Utrecht-Tiel proberen? Ik weet dat daar geen scenario's op zijn, maar je kan wel van Utrecht naar Tiel rijden. Ik heb wel scenario's voor die route. Alleen er zitten gewoon een paar kleine foutjes in die ik nog eventjes naar moet kijken. GamersNL, bliefjes, is dat scenario ook van de goederentrein op de route Hamburg-Hannover? Anders wil je een keer rijden met de ICE1. Oh ja, dat zijn inderdaad mooie treinen om een keer mee te rijden. Met de LZB en dergelijke. Gewoon lekker lui in de trein zitten, niks doen en zo. Samuel, die zegt of vraagt, alleen als die lichten uit en aangaan, dan komt er een trein aan. Als ze hetzelfde blijven, dus aan, dan komt er niks aan. Oh, ik denk dat hij het over die bobbels had. Die twee lichten die altijd bij een brug staan of in een bocht, zeg maar. Daaraan kun je schijnbaar zien of er een trein aankomt. Zo zegt Treinstation NL ook. Die seinen waar je het over had, rond 10 minuten, dat zijn knipperbollen. Als deze beginnen te knipperen, dan komt er een trein aan over het spoor waar de desbetreffende knipperbol naast staat. Nou ja, weet je, dat is mijn vraag eigenlijk. Wat is nou eigenlijk het nut daarvan? Want ook al zou er een trein aankomen, waarom zou de machinist daar een of andere actie op moeten doen? Ik bedoel, er komt een trein voorbij. Dus? Of is het misschien zo dat de machinist, omdat het een slecht zicht is van die hoek, zeg maar, dat de machinist zich niet te pleur schrikt of zo? Heeft het daar iets mee te maken? Ik bedoel, daar kan ik me best wel voorstellen. Dan hebben we dus JP Games. Beliefjes, bij je cruiseborder stond Tilburg Universiteit. Kun je daar een keer een route langs vinden? Want een station daarnaast, daar woon ik. Op Tilburg Universiteit. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb geen idee. Volgens mij is die route Utrecht-Tiel geen Tilburg Universiteit. Jordi Pauw miste de NS-ambulance. Nou, even kijken. Daar gaat de NS-ambulance, speciaal voor jou, Jordi. Maar goed, genoeg NS-ambulances. Ik vind het al helemaal goed zo. We moeten zo meteen namelijk eventjes weer stoppen voor het volgende station. En laat ik alvast een klein beetje gaan remmen. Want je ziet het S-bot al.
En dat witte S-bord aan de zijkant, dat betekent dat er een station op remwegafstand zich bevindt, zeg maar. Wel een leuk feitje om te weten natuurlijk, hè? Zo, ietsje meer afremmen. Even kijken, we hebben natuurlijk 10 bakken, dus het beste dat we ook dan bij 10 kunnen stoppen. Ik weet niet of dit wel helemaal op dit perron gaat passen. Even kijken, 6. En daar is 8. En aan het einde van het perron staat nog het, ja, het bord waar je sowieso moet stoppen. Nou ja, volgens mij net. Maar ook echt net. Oh jezus, dat heb ik wel echt heel mooi in binnen te plakken. Dat alle deuren ook nog eens een keer open gaan. Nou, dames en heren, het past gelukkig echt net. Echt net. En we zijn ook lekker op tijd aanwezig, moet ik zeggen. Nou ja, dan gaan we hier in ieder geval eventjes wachten totdat de deuren weer dicht mogen. Dan vraagt Aaron. Aaron die vraagt mij nog: wil je een keer in de mat 54 rijden? Of sorry, 64 rijden van Den Haag Centraal naar Schiphol? Ja, het spijt me, Aaron. Alleen ik kan wel in de mat 54 rijden. Alleen die route, Den Haag Centraal naar Schiphol, die bestaat niet. Hij bestaat wel, dat moet ik ook bij zeggen: hij bestaat wel op de oude Train Simulator. Dat is Microsoft Train Simulator. Het lijkt me wel eens weer grappig om daar nog meer een keer in te gaan rijden. Maar. Dat moet ik nog maar net even een keertje weer aan het praat zien te krijgen. Even zien, volgens mij heeft... Nick van Helden, bliefjes, dit is de link naar het boek des NS zijn en hopelijk dat je het kan gebruiken. En Sky Temener, die is eerste. Die heeft de eerste comment. Toppie jongen, echt waar. Dat vind ik mooi dat mensen dat leuk vinden. Maar ik heb hier inderdaad een scèneboek voor mijn neus. Met wel een beetje een rare pagina-indeling, maar goed. Misschien dat ik er wel wat kan uit kan halen. Eens even kijken. Laten we eerst even zorgen dat die firm gaat rijden. En dan zullen wij nou vertrekken naar Ede-Wageningen, als het goed is. Zo, eens even kijken. Dan gaat de firm, die gaat lekker op weg nu. Naar Ede-Wageningen. Even kijken, die dicht weer bij jou, zo. Even zien, nou, wat hebben we dus? Ik heb dat scèneboek nu voor mij dus. En, nou ja, dit is dus even een lesje... Scènenleer met Bjorn. Boom, ja. Scènenleer met Bjorn. Even kijken, nou, ik zie hier dus een afbeelding met een scène die groen licht geeft. Nou, vrij logisch. Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijke snelheid. Indien bij vertrek de plaatselijke snelheid niet bekend is, is voorbijrijden met een snelheid van ten hoogste 40 km per uur toegestaan. Logisch. Dan heb ik nu een voorbeeld van een... knipperend groen licht met een licht getal aan de onderkant. Voorbijrijden toegestaan met ten hoogste de door het getal aangegeven snelheid. Dus als het groen knipperend is met een 8, mag je er bijvoorbeeld met 80 km per uur mag je eraan voorbij. Spreekt ook allemaal voor zich. Even kijken. Zo. Even zien, dan heb ik hier nu een alleen groen knipperend licht. Voorbijrijden toegestaan met een snelheid van hoogstens 40 km per uur. Dus dat is dan dat weer. Ik zie nu een sein met een door een geel knipperend licht en een getal eronder. Snelheid begrenzen tot het getal aangegeven snelheid.
In geval een remming is ingezet met het volledige licht zijn en een verdere begrenzing van de snelheidsgebied, wordt de remming niet onderbroken. Wauw. Nou, gelukkig maar. Even kijken. Normaal geel zijn met daaronder een getal. Snelheid begrenzen door het getal aangegeven snelheid. De door het getal aangegeven snelheid wordt bij het volgende zijn niet overschreden. Dan heb ik hier nog alleen een geen zijn. Een zijn dat alleen geel is, zonder daaronder een getal. Snelheid begrenzen tot 40 km per uur en afhankelijk van zicht en beremming met een zodanige snelheid verder te rijden om voor het eerstvolgende zijn dat stoppend gebied te kunnen stoppen. Nou, vrij duidelijk allemaal. Wel heel veel dubbele woorden in ieder geval. Ik word er bijna een beetje duizelig van om het allemaal te lezen, min of meer. Alvast een klein beetje remmen. Dan heb ik hier een afbeelding met een knipperend oranje sein. Dat betekent voorbijrijden toegestaan met zodanige snelheid die niet hoger is dan 40 km per uur. Op elke plaats achter dit sein waar een belemmering voor het verder rijden aanwezig is te kunnen stoppen. Nou, en daarna zie ik nog een sein met een gewoon rood stoppen voor het sein. Vrij duidelijk lijkt me. Je hebt schijnbaar ook nog een knipperend rood sein. Dat geldt alleen voor werktreinen. Even kijken. En ik zie ook nog een sein dat gewoon niks aangeeft. Daar staat bij mij... Sein is buitendienst. Geldt alleen voor machinisten van treinen die rijden onder het ETCS regime. Ja. Mooi man. Even doorrijden tot 10 lijkt me. Even kijken of we dit hele ding erop kunnen krijgen. Hier staat 8. En dan staat daar dus 10. Alleen ik ben bang. Nee, daar krijg ik niet heel firm erop. Ik moet even verder rijden dan 10. Want zoals je ziet, die bakken aan de achterkant, die staan niet op die groene lijn. En dat moet namelijk wel. Dus nou heb ik ze allemaal erop staan, maar moet ik wel bij het bakje van 12 stoppen helaas. Maar goed. Dat is nog te overzien. Deuren open, zijn we op tijd? We zijn op tijd. Heel mooi. Even bekijken of ik nog meer van die zijn dingen zie. Nee, het zijn allemaal dezelfde, zeg maar. De afremborden, die spreken ja voor zich. Oh, goede trein. Gezellig. Oh, DDZ. Er rijdt wel veel van ons voorbij, of niet? Waar sta ik helemaal? Oh, dat is de kant van het perron. Oké, nee, dan is het goed. Ik snap er al helemaal niks van. Daar is de DDZ in ieder geval. Open je deuren, want die van mij gaan weer dicht. Die moet ik hebben. Ga weg. Ja, en nu mogen wij weer lekker vertrekken. Eens eventjes kijken. Ja, ik zie nog een paar snelheidsborden zie ik hier voorbij komen. Volgens mij verder geen... echt bijzondere seinen die ik in eerste instantie niet wist. Dus ja, ik wil op zich heel erg handig dat seinenboek. Fijn dat jullie dit met mij hebben kunnen delen. Als ik mij niet vergis is dat seinenboek wel vaker in een van de comments gezet. Maar... daar heb ik toen niet naar gekeken. En ik heb er wel een keertje naar gekeken. En misschien dat ik de scène ook een klein beetje beter in de gaten kan houden, zeg maar. Dat zal misschien wel een klein beetje handiger zijn. Maar het is alleen lastig als je in Train Simulator bijvoorbeeld een zo'n bug zijn hebt. Die jullie waarschijnlijk wel kennen van mijn vorige Train Simulator episodes. Als je te maken hebt met een bug zijn, dan is dat zijn. Als je op tab drukt, zal die sowieso geel knipperend zijn. Want dan vraag je gewoon, zeg maar, toestemming aan de treindienst om officieel door een rood sein te mogen rijden. Maar dat is dan net weer niet zo, want het sein dat springt dan knipperend oranje.
En als je dat zou willen volgen, dan zou dat eigenlijk heel letterlijk moeten zijn dat je dan ook maar met 40 door mag rijden, min of meer. Maar aangezien het scenario, de tijd die je in het scenario hebt, dat wordt niet altijd netjes even meegepakt. Dus als je de scène heel letterlijk zou gaan volgen, dan zou je in problemen komen met de tijdgebonden dingen. En nu kunnen we gewoon even lekker met de nodige snelheid richting Arnhem rijden, waar wij zullen stoppen op perron 5. Ik ben wel de verdere, hoe heet het ook alweer, ik ben de wel de volgende dingen ben ik nog vergeten te zeggen, hoe heet het ook alweer. Het zogenaamde alles wat de conducteur zegt ben ik per ongeluk vergeten, maar ja. Nou ja, maakt op zich niet gek veel uit, denk ik. En ik denk dat ik de volgende episode weer in die nieuwe BR-120 wil rijden van Virtual Railroad natuurlijk. Want ik heb daar namelijk nu een scenario voor. Die gaat over Keulen-Düsseldorf namelijk. En dat vind ik altijd wel een leuke route om in ieder geval te rijden. Dus zodoende. Dat ik die waarschijnlijk ook wel zou willen rijden. Kom op. Niet? Nou, dat doe ik het wel voor. Oké. Een 10-bakkige firm die je in elk station net kunt weten te proppen. Ik bedoel, het is ook niet echt een pleziertje om een firm in een station te kunnen proppen, zeg maar goed. De seinen zitten gelukkig lekker mee, dus we kunnen lekker zonder problemen kunnen we nog eventueel doorrijden naar station Arnhem. Ik vraag me af, ik ben volgens mij nog maar één keer in station Arnhem geweest. Toen moesten we namelijk naar Utrecht heen en toen heb ik bewust via Arnhem gereden, omdat je dan in zo'n ICE-3 mocht rijden, weet je wel, en dat vond ik gewoon vet. Ook al moet je 2 euro toeslag betalen, wat ik overigens best wel raar vind, maar whatever. Even kijken, ja, ik ben toen van Enschede ben ik naar Hengelo gegaan. Vervolgens ben ik met de Sintus van Hengelo ben ik naar Zutphen ingereden. Van Zutphen moesten we snel overstappen naar de andere trein die ging naar Arnhem. En dan in Arnhem, daar kwam dus die ICE kwam naar binnen. Daar ging je volgens mij langs hetzelfde stuk dat wij dus nu reden, maar dan in één keer. Van Arnhem naar Utrecht kom je langs Ede Wageningen, De Klomp en al die andere stations die daar tussenin zitten, min of meer, zeg maar. En ja, dat is op zich niet heel erg verkeerd, moet ik zeggen. Maar je kunt alle stations lekker overslaan. Die gaat in één rit, ga je dus door naar Utrecht. Welk station is dit trouwens? Kijk, en waar staat het potje daar? Oosterbeek, dit is station Oosterbeek, oké. Alvast een klein beetje remmen voor die 80 die ons daar op staat te wachten natuurlijk. Ik gebruik al meer dan de helft van de remkracht om die firm normaal aan het remmen te krijgen in ieder geval. Oh ja, dan krijg ik natuurlijk wielslip. Zo, nou niet meer.
Dat moeten we wel redden. Upste flats, zo doen we dat. En als ik me goed herinner, wordt er geen aanduiding gegeven om af te remmen naar 60, dus dat zal ik dan zelf moeten doen. Zo. Netjes afremmen naar 60. Dan is dit zijn nog mooi groen. Kunnen we lekker doorrijden. Ja, kijk, daar staat het bordje van 60 dus. Maar we reden al lang 60. Heel netjes van onszelf. Oh, ik hoor de dode man hoor ik schreeuwen. Wat is dat? Geel. Nou, wat we dus net in het seinenboek hebben gelezen. Geel is 40. Zo. Afgeremd naar 40 en we moeten daarom 43 zijn. Nou, dat moeten wij toch zat kunnen redden. Al heb ik geen idee wat perron 5 is, maar dat zullen we dan snel genoeg merken zometeen. Nou ja, perron 5 is schijnbaar die kant op. Even een klein beetje gas geven. Zo. En ja, dan zijn we bij ons eindstation gekomen. En dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze episode leuk vonden. Als je hem leuk vond, geef me dan vooral even een duimpje omhoog. En als je een opmerking hebt, schrijf het dan gerust onder in de commentarensectie. En wil je graag meer van mijn video's zien, abonneer dan gerust op mijn kanaal. Dus ik zou zeggen mensen, tot de volgende keer allemaal. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Dag. Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Blievius, en welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2014, met Blievius natuurlijk. En vandaag rijden wij in een firm van Utrecht naar Arnhem, en ik ga even beginnen door de passagiers in te laten stappen natuurlijk. We zullen vandaag rijden in de spits, zeg maar, dus het is lekker druk. Even kijken waar we de koersbordjes eigenlijk van dat ding, want ik moet wel even dat ding op Arnhem zetten. Even zien, hebben we hier Arnhem tussen staan. Arnhem. Huppakee. Kijk. Dat gaat al lekker zo. We hebben Arnhem tussen staan. En voordat we wegrijden, wil ik nog even zeggen dat ik af en toe nog een paar comments krijg van mensen die denken dat ik hun comments negeer. Mensen, nogmaals, ik negeer niet zomaar comments. Het kan zijn dat ik mijn volgende video heb opgenomen voordat jij die comment neer hebt gezet. Dus denk daar eventjes bij na. Van, ik negeer niet zomaar iedereen's comment hoor. Ik bedoel, als mensen een vraag hebben, de reacties die er nu staan, die zal ik waarschijnlijk ook wel opnoemen. Dus even in de gaten houden dat het gewoon kan zijn dat je je comment misschien iets later verplaatst of iets in die richting. Maar ik negeer niet zomaar een comment. Laten we daar in ieder geval eventjes op houden, vind ik.
En dan kunnen we even wachten. We moeten zometeen in over een minuutje. Moeten wij vertrekken. En wij zullen ondertussen stoppen in Driebergen, De Klomp, Ede-Wageningen en Arnhem als eindstation. En het is nog een vroege ochtend. Het is hier 8:05. Dus dat is een lekker vroeg beginnetje al in ieder geval, vind ik. Nou, ondertussen heb ik de frontzijn heb ik al aangezet. En de richtingsschakelaar zal ik eventjes naar voren doen, zo. En dan kunnen we zo meteen vertrekken als dat goed is. Ja, de deuren gaan dicht. En de deuren zijn dicht. Dus laten we even een klein beetje gas geven. Die ver naast ons heeft ook wat passagiers opgehaald. Maar, of gaat hij nou ook vertrekken? Nee, die gaat ook vertrekken. Ah, in grote gezelligheid dus. Maar goed, wij mogen hier 40. En we gaan ook niet stiekem te hard rijden. Al wil dat ding dat waarschijnlijk heel graag, maar dat doen we toch maar niet. Zo, even die wissel doen. Oh jeetje, nog aan toe. Waar gaat die beste meneer naartoe eigenlijk? Oh, die neemt een... Die neemt een afslag naar de andere kant. Nou, helemaal goed toch? Anders was je natuurlijk tegen die firma geknald en daar word je er niet echt vrolijk van. En wij mogen ook optrekken. Alleen op het baanvlak waar deze andere firm zit, mag je waarschijnlijk 100 km per uur rijden, dus lief geluk. Volgens mij is dat de Intercity richting Nijmegen, maar dat weet ik niet zeker. IC... Of wij gaan naar Nijmegen, grapje. Deze gaat dan naar HT. Nou weet ik alleen niet wat HT is. Oh, we rijden te snel. Stop. Rem. Ja meneer, jij hebt gewoon geluk dat jij daar 100 km per uur mag rijden en ik niet. Heel gemeen. Nou ja, anyway, we rijden gewoon even lekker rustig door. Goedemiddag, of nee, wacht even, nou, dat begint alweer heel lekker. Goedemorgen, dames en heren. Welkom in deze Intercity richting Arnhem. Wij zullen met deze stop stoppen in De Klomp, Ede-Wageningen en Arnhem. Dames en heren, het personeel van de NS wenst u een prettige reis toe. Ja, dat moet toch min of meer wel een klein beetje. Niet dat het de taak is van de machinist natuurlijk, maar het moet wel gezegd worden. Zometeen dan we optrekken naar 90. En laat ik even de comments erbij pakken van episode 82. Met eventjes kijken, toen reden we met de SGM Sprinter, SGMM. Gemoderniseerde versie natuurlijk. Daar reden wij mee. Ik ga eerst eventjes wachten tot we 140 mogen rijden. Lijkt wel een goed idee. Oh, nog niet. Nu wel. Zo. Eventjes kijken. We beginnen met Robin de Leeuw. Op 16 minuut en 10 seconden haalt een auto jou in. Ja, dat was waarschijnlijk een stukje dat ik 40 moest rijden. Dan heb je inderdaad auto's die er gewoon helaas voorbij rijden. Had ik graag anders gezien natuurlijk, maar het zijn niet anders momenteel. Even kijken, Kadir dus? Of is het misschien zo dat de machinist, omdat het een slecht zicht is van die hoek zeg maar, dat de machinist zich niet te pleuren schrikt ofzo, heeft het daar iets mee te maken? Ik bedoel, daar kan ik me best wel voorstellen. Dan hebben we dus JP Games. Beliefjes bij je koersborden stond Tilburg Universiteit.
Kun je daar een keer een route langs vinden? Want een station daarnaast, daar woon ik. Op Tilburg Universiteit. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb geen idee. Volgens mij is die in die route Utrecht-Tiel geen Tilburg Universiteit. Jordi Paul missen de NS-ambulance. Nou, even kijken. Daar gaat de NS-ambulance, speciaal voor jou, Jordi. Maar goed, genoeg NS-ambulances. Ik vind het al helemaal goed zo. We moeten zometeen namelijk eventjes weer stoppen voor het volgende station. En laat ik alvast een klein beetje gaan remmen. Want je ziet het S-bord al. En dat witte S-bord aan de zijkant, dat betekent dat er een station op remwegafstand zich bevindt, zeg maar. Wel een leuk feitje om te weten natuurlijk, hè? Zo, ietsje meer afremmen. Even kijken, we hebben natuurlijk 10 bakken, dus het beste dat we ook dan bij 10 kunnen stoppen. Ik weet niet of dit wel helemaal op dit perron gaat passen. Even kijken, 6. En daar is 8. En aan het einde van het perron staat nog het, ja, het bord waar je sowieso moet stoppen. Nou ja, volgens mij net. Maar ook echt net. Oh jezus, dat heb ik wel echt heel mooi in binnen te plakken. Dat alle deuren ook nog eens een keer open gaan. Nou, dames en heren, het past gelukkig echt net. Echt net. En we zijn ook lekker op tijd aanwezig, moet ik zeggen. Nou ja, dan gaan we hier in ieder geval eventjes wachten totdat de deuren weer dicht mogen. Dan vraagt Aaron. Aaron die vraagt mij nog: wil je een keer in de mat 54 rijden? Of sorry, 64 rijden van Den Haag Centraal naar Schiphol? Ja, het spijt me, Aaron. Alleen ik kan wel in de mat 54 rijden. Alleen die route, Den Haag Centraal naar Schiphol, die bestaat niet. Hij bestaat wel, dat moet ik ook bij zeggen: hij bestaat wel op de oude Train Simulator. Dat is Microsoft Train Simulator. Het lijkt me wel eens weer grappig om daar nog meer een keer in te gaan rijden. Maar. Dat moet ik nog maar net even een keertje weer aan het praat zien te krijgen. Even zien, volgens mij heeft... even zien. Nick van Helden, bliefjes, dit is de link naar het boek des NS zijn en hopelijk dat je het kan gebruiken. En Sky Temener, die is eerste. Die heeft de eerste comment. Toppie jongen, echt waar. Dat vind ik mooi dat mensen dat leuk vinden. Maar ik heb hier inderdaad een scèneboek voor mijn neus. Met wel een beetje een rare pagina in de leerling, maar goed. Misschien dat ik er wel wat kan uit kan halen. Eens even kijken. Laten we eerst even zorgen dat die firm gaat rijden. En dan zullen wij nou vertrekken naar Ede-Wageningen, als het goed is. Zo, eens even kijken. Dan gaat de firm, die gaat lekker op weg nu. Naar Ede-Wageningen. Even kijken, die dicht weer bij jou zo. Even zien, nou, wat hebben we dus? Ik heb dat scèneboek nu voor mij dus. En nou ja, dit is dus even een lesje. Scèneleer met Bjorn. Boom, ja. Scèneleer met Bjorn. Even kijken, nou, ik zie hier dus een afbeelding met een scène die groen licht geeft. Nou, vrij logisch.
Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijke snelheid. Indien bij vertrek de plaatselijke snelheid niet bekend is, is voorbijrijden met een snelheid van ten hoogste 40 km per uur toegestaan. Logisch. Dan heb ik nu een voorbeeld van een knipperend groen licht met een licht getal aan de onderkant. Voorbijrijden toegestaan met ten hoogste de door het getal aangegeven snelheid. Dus als het groen knipperend is met een 8, mag je er bijvoorbeeld met 80 km per uur mag je eraan voorbij. Spreekt ook allemaal voor zich. Even kijken. Zo. Even zien, dan heb ik hier nu een alleen groen knipperend licht. Voorbijrijden toegestaan met een snelheid van hoogstens 40 km per uur. Dus dat is dan dat weer. Ik zie... Carrie? Hey Bjorn, heb je enig idee waar ik Train Simulator 2014 kan kopen in Kortrijk, in België? Ik vind je episode zo leuk en ik wil zelf Train Simulator ook wel. Ja. Net zoals... even kijken, ik ben heel slecht met namen hoor. Ik zet even deze weer terug. Zo. Even kijken, wat Brecht Gullex ook zegt. Als je in Kortrijk in België bedoelt, dan kan je bij de Game Media of bij de Mediamarkt kopen. Dus dat klopt inderdaad. Je hebt inderdaad bij de Mediamarkt heb je een... hoe zeg je dat? Daar heb je een Train Simulator. Ik weet alleen niet of je dan ook een automatische update krijgt. Ik bedoel, ik heb Train Simulator via Steam gekocht. En als Train Simulator 2015 uitkomt, dan krijg ik een gratis update, zeg maar. Maar goed. Dan hebben we hier Fallen Vleeschouwer. Hey, kan je ook eens met de DDZ rijden? Ja, dat is inderdaad wel weer leuk om te doen, want daar heb ik een tijdje inderdaad niet meer mee gereden. Hasty Movies. Bestaat de scenario Nijmegen-Zwolle? Als hij bestaat, kan je erin rijden. Nou, helaas bestaat hij niet. Maar ja, dit komt wel misschien een klein beetje in de buurt. Hoop ik, richting Arnhem. Dan komt het volgens mij wel een klein beetje in de buurt van Nijmegen. Maar goed. Even kijken. OV-jongen. Hey Bjorn, zou je weer eens met de firm willen rijden? Nou, ik weet niet of je gezien hebt wat dit is. Maar ik vind het verdacht veel op een firm lijken. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet weten op dat moment. Ook wel heel logisch natuurlijk. Even het gas een klein beetje verlaagd, want ik zie 141 op de teller staan. Eens even kijken, dan hebben we nog... GamersNL. Bliefjes Crush Trains maakt samen met Arriva ook de Violia trein. Kun je ook een keer met de kop lopen? Ja, kop lopen. Volgens mij was dat de vorige episode nog, als ik mij niet vergis. Martin Vlasman, wil je een keer met de sprinter van Alphen aan de Rijn naar Gouda? Ja, die route die bestaat niet, zeg maar. Dus daar kan ik jou helaas niet mee helpen. Jasper van den Broeke, bliefjes kan je een keer van Hoorn naar Den Helder rijden als die er is. Je hebt wel een route naar Den Helder. Maar, er komt ook meteen een maar bij. Die gaat alleen maar van Den Helder naar Alkmaar, volgens mij. Nee, heer Hugo, ja, Den Helder naar Alkmaar gaat hij in. Ja, ik moest even met mijn woorden komen hoor. Oh, wielslip. Ga weg, wielslip. Sorry mensen, maar het schijnt dat ik vaak moet niezen de laatste tijd. Maar dat zal waarschijnlijk wel een klein beetje komen door de hooikoorts, denk ik. Ik mag de rem nu al heel strak aantrekken. Even kijken, we hebben 10 bakken. Eens even zien, het is 15. Nou, we zijn mooi op tijd. En dan zie ik daar het bordje 10. Kunnen we daar in ieder geval stoppen? Want we hebben momenteel ook een 10 bakken lange firm hebben wij. Zo, dat moeten we wel doen, denk ik. Doen we hier even onze deur open. Even kijken, hoe goed zijn wij gestopt daar. Ik vind dat het wel heel netjes is. Je zou haast kunnen zeggen dat hij er vlak naast staat. Volgens mij ook. Even kijken, kun je vanuit hier zien? Kun je vanuit hier zien? Ja, vanuit hier kunnen we nog weer zien. Zo, hé. Hey. Nah. Nou. Ik wil niet veel zeggen, hoor, maar ik vind dit wel heel netjes gestopt.
om maar zo te zeggen. Oh, onze deuren gaan dicht. En dan gaan we nu vertrekken naar de klomp. Nou kun je ook echt goed zien hoe lang die Firmani is. 10 bakken lang dus. Zo, een beetje gas geven mag wel. En daar gaat hij. Zo, even weer terug in de cabine. Dan hebben we koploper Mau. Die deelt eventjes met mij hoe je het probleem kunt oplossen van de vele vrouwtjes die ik toen had op het Gooi Centraal. Voor de mensen die het graag willen weten, je moet eerst je spelkast legen. Dan moet je een andere route laden dan het Gooi Centraal. Zorg ervoor dat er mensen spawnen. Als je mensen gezien hebt, moet je de route uitschakelen, train simulator opnieuw opstarten en dan zou het goed moeten zijn. Dan hebben we Mr. XX Daniel XX nog, die mij meldt dat Chris Trains op 50% is. Nou, dat schiet mooi op. Piet Haar vindt de 2 baks SGM echt heel erg leuk. Nou, gelukkig maar. Jordi Pauw, er was een conferentie voor vrouwen met dezelfde kleding. Ja, daar leek het inderdaad wel een klein beetje op, Jordi, inderdaad. Treinspotter 5, heel even een momentje, ik zal eventjes mijn... Zo, dat moet goed zijn. Even kijken, hey Bjorn, kun je een keer met de DDZ 6 van naar de bussen Amersfoort, Schothorst of naar de bussen Utrecht Centraal? Deze comment had ik al genoemd bij je Jetrain video, alleen had je de comment niet opgenoemd. PS, leuke video net zoals hij. Ja, treinspotter net zoals jou dus. Kan zijn dat je de reactie later hebt geplaatst dan dat ik de video heb opgenomen. Dus, maar zoals je ziet, ik negeer comments dus niet. Lars Zuidema. Hoi Bjorn, mooie video. Kun je een keer van Emmen naar Zwolle rijden? Ik kan alleen van Zwolle naar... wat is dat ook alweer? Hoe ver gaat het ook alweer? Ik ben het vergeten, maar dat is de Vechtdaallijn. Je gaat dat een bepaald stukje gaan, maar ja. Juri Smit zegt cool, ik zeg dankjewel. Nicola van Bemmel die merkt heel erg terecht op van reist u met de OV-chipkaart. Vergeet dan niet uit te checken. Dat is inderdaad heel handig, want iedereen moet vanaf nu verplicht in- en uitchecken met de OV-chipkaart. Even kijken, Ruben van Doorn. Er kunnen alleen maar vrouwen in de trein zitten en liepen toch alleen maar vrouwen op het perron. Ja, weet je, ik vind het ook wel een klein beetje vaag, maar je moet er gewoon niet al te veel over nadenken. Het is en blijft een simulatiespel natuurlijk. Tim Zwageman kan het zo snel mogelijk, thanks. Dan weet ik alleen niet meer wat hij bedoelt. Just Some Train die vraagt of ik een keer in Engeland wil rijden. Nou, de volgende episode zal waarschijnlijk in Duitsland zijn. Ik zal daarna eens een keer kijken of ik met zo'n ander goedkope treintje kan rijden. Dutch Gaming. Chris Trains heeft ook een Mat 64 valleilijn gemaakt. Ja, dat weet ik. Dat heb ik toen gezien. Alleen, ja, dat moet je wel een, die trein hebben die in het scenario is gepleurd. De laptop Dutchie Games. Bjorn, wil je een keer met een DDZ rijden of ICMM? Of Mat 64? Op de route het Gooi Centraal of Midden-Nederland Beta 4 of van Zwolle naar Emmen? Op de route van Utrecht Centraal naar Amersfoort. Wauw. Ik kreeg het er even duizelig van, zoveel wensen waren dat. Maar ik zal ze allemaal even op het to-do-listje schrijven. Hè? Op dat wat ik allemaal nog wel niet moet doen voor mijn duizenden fans. Wat ik overigens super leuk vind hoor. Laat dat ophouden. Bart Schoneveld. De GTW is in de maak. Hij is nu 50%. Klopt. Arthur die vraagt of ik een keer met de Mat 54 wil rijden. Dat is inderdaad nog wel een keer leuk om te doen in ieder geval. En tot slot Mark Roggeveen. Leuk filmpje. Weet jij wanneer een traject in de buurt van Rotterdam Centraal uitkomt? Nee, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik nu nog een paar comments klaar heb staan van de episode 83. Toen reed ik met een ICM. M. In het Gooi Centraal, zeg maar. Dus die doe ik ook nog eventjes bij. Eens eventjes
Kijk, ja, hier staat dus die comment in waar ik het in het begin heel eventjes over heb gehad. Dat was Aaron die dacht dat ik zijn comment negeer. Want hij heeft heel vaak geschreven. Ja, Aaron, wat ik jou in ieder geval kan aanbevelen, of een tip die ik jou kan geven, reageer zo snel mogelijk op een video van mij als ik er eentje post. Want zoals ik het nu een klein beetje volhoud. Ik ga het natuurlijk niet de hele tijd volhouden, maar ik release nu ongeveer om de dag een video. Dus dat betekent van of ik record meerdere video's op een dag, of ik doe zeg maar een dag nadat ik een episode heb gereleased. Maar goed. Je weet dus hoe snel je op een video reageert, hoe groot de kans is dat je comment er ook in komt. Just Some Train vraagt of ik weer eens in de SLT wil rijden. Nou ja, volgens mij rijd ik daar heel vaak in een SLT. Dus dat is misschien iets dat ik eventjes uit moet stellen. Sorry dat het heel eventjes stil was, maar ik moest toch echt even mijn ventilator op de goede stand zetten. Want ik kreeg namelijk geen frisse lucht en nu gelukkig wel. Dus om eventjes verder te gaan. Rick van Uden. Je hebt echt zo'n lekkere outro bij je filmpjes. Ja, als je dat liedje graag wil horen, het heet Passion Pit, Take a Walk. En dat soort dingen. Even kijken. OV-jongen. Hey Bjorn, wil je eens weer met de firm rijden? Nou, jawel. Even kijken. Ruud Hermans. Ik had de verkeerde trein. Ik moest op Hollandse Rading eruit. Ja, dat is altijd vervelend als je natuurlijk een keer een verkeerde trein neemt. Maar ja, daar kun je natuurlijk niet gek veel aan doen. Race King Fool, wil je eens een keer de route Utrecht-Tiel proberen? Ik weet dat daar geen scenario's op zijn, maar je kan wel van Utrecht naar Tiel rijden. Ik heb wel scenario's voor die route. Alleen, er zitten gewoon een paar kleine foutjes in die ik nog eventjes naar moet kijken. GamersNL, bliefjes, is dat scenario ook van de goederentrein op de route Hamburg-Hannover? Anders wil je een keer rijden met de ICE1. Oh ja, dat zijn inderdaad mooie treinen om een keer mee te rijden. Met de LZB en dergelijke. Gewoon lekker lui in de trein zitten, niks doen en zo. Samuel, die zegt of vraagt, alleen als die lichten uit en aangaan, dan komt er een trein aan. Als ze hetzelfde blijven, dus aan, dan komt er niks aan. Oh, ik denk dat hij het over die bobbels had. Die twee lichten die altijd bij een brug staan of in een bocht, zeg maar. Daaraan kun je schijnbaar zien of er een trein aankomt. Zo zegt Treinstation NL ook. Die seinen waar je het over had, rond 10 minuten, dat zijn knipperbollen. Als deze beginnen te knipperen, dan komt er een trein aan over het spoor waar de desbetreffende knipperbol naast staat. Nou ja, weet je, dat is mijn vraag eigenlijk. Wat is nou eigenlijk het nut daarvan? Want ook al zou er een trein aankomen, waarom zou de machinist daar een of andere actie op moeten doen? Ik bedoel, er komt een trein voorbij. Die nu een sein met een door een geel knipperend licht en een getal eronder. Snelheid begrenzen tot het getal aangegeven snelheid. In het geval een remming is ingezet met het volledige lichtsein en een verdere begrenzing van de snelheidsgebied. Wordt de remming niet onderbroken. Wauw. Nou, gelukkig maar. Pff. Even kijken. Normaal geel zijn met daaronder een getal. Snelheid begrenzen door het getal aangegeven snelheid. De door het getal aangegeven snelheid wordt bij het volgende zijn niet overschreden. Dan heb ik hier nog alleen een geen zijn. Een zijn dat alleen geel is zonder daaronder een getal. Snelheid begrensd tot 40 km per uur en afhankelijk van zicht en beremming met een zodanige snelheid verder te rijden om voor het eerstvolgende sein dat stoppend gebied te kunnen stoppen. Nou, vrij duidelijk allemaal. Wel heel veel dubbele woorden in ieder geval. Ik word er bijna een beetje duizelig van om het allemaal te lezen, min of meer. Alvast een klein beetje remmen. Dan heb ik hier een afbeelding met een knipperend oranje sein. Dat betekent voorbijrijden toegestaan met zodanige snelheid die niet hoger is dan 40 km per uur. Op elke plaats achter dit sein waar een belemmering voor het verder rijden aanwezig is te kunnen stoppen. Nou, en daarna zie ik nog een sein met een gewoon rood stoppen voor het sein. Vrij duidelijk lijkt me.
Je hebt schijnbaar ook nog een knipperend rood sein. Dat geldt alleen voor werktreinen. Even kijken. En ik zie ook nog een sein dat gewoon, niks aangeeft. Daar staat bij mij... Sein is buitendienst. Geldt alleen voor machinisten van treinen die rijden onder het ETCS-regime. Ja. Mooi man. Even doorrijden tot 10 lijkt me. Even kijken of we dit hele ding erop kunnen krijgen. Hier staat 8. En dan staat daar dus 10. Alleen ik ben bang. Nee, dan krijg ik niet heel ferm erop. Ik moet even verder rijden dan 10. Want zoals je ziet, die bakken aan de achterkant, die staan niet op die groene lijn. En dat moet namelijk wel. Dus nou heb ik ze allemaal erop staan. Maar moet ik wel bij het bakje van 12 stoppen helaas. Maar goed. Dat is nog te overzien. Deuren open, zijn we op tijd? We zijn op tijd. Heel mooi. Even bekijken of ik nog meer van die sein dingen zie. Nee, het zijn allemaal dezelfde, zeg maar. De afremborden, die spreken ja voor zich. Oh, goederentrein. Gezellig. Oh, DDZ. Er gaat wel veel van ons voorbij, of niet? Waar sta ik helemaal? Oh, dat is de kant van het plan. Oké, nee, dan is het goed. Ik snap er al helemaal niks van. Daar is de DDZ in ieder geval. Open je deuren, want die van mij gaan weer dicht. Die moet ik hebben. Ga weg. Ja, en nu mogen wij weer lekker vertrekken. Eens eventjes kijken. Ja, ik zie nog een paar snelheidsborden zie ik hier voorbij komen. Volgens mij verder geen... echt bijzondere seinen die ik in eerste instantie niet wist. Dus ja, ik wil op zich heel erg handig dat seinenboek. Fijn dat jullie dit met mij hebben kunnen delen. Als ik mij niet vergis is dat seinenboek wel vaker in een van de comments gezet. Maar daar heb ik toen niet naar gekeken. En ik heb er wel een keertje naar gekeken. En misschien dat ik de seinen ook een klein beetje beter in de gaten kan houden, zeg maar. Dat zal misschien wel een klein beetje handiger zijn. Maar het is alleen lastig als je in Train Simulator bijvoorbeeld een zo'n bug zijn hebt. Die jullie waarschijnlijk wel kennen van mijn vorige Train Simulator episodes. Als je te maken hebt met een bug zijn, dan is dat zijn. Als je op tab drukt, zal die sowieso geel knipperend zijn. Want dan vraag je gewoon zeg maar toestemming aan de treindienst om door een... officieel door een rood sein te mogen rijden, maar dat is dan net weer niet zo, want het sein dat springt dan knipperend oranje. En als je dat zou willen volgen, dan zou dat eigenlijk heel letterlijk moeten zijn dat je dan ook maar met 40 door mag rijden, min of meer. Maar aangezien het scenario, de tijd die je in het scenario hebt, dat wordt niet altijd netjes even meegepakt. Dus als je de seinen heel letterlijk zou gaan volgen, dan zou je in problemen komen met de tijd gebonden dingen. En nu kunnen we gewoon even lekker met de nodige snelheid richting Arnhem rijden, waar wij zullen stoppen op perron 5. Ik ben wel de verdere, hoe heet het ook alweer, ik ben de volgende...